Ja. Zijn weer mannen gegooid, jee. Nee, vind pumpkins niet meer leuk, hè? Nou, die pumpkins vind ik ook heel leuk. Hier daarmee. Je moet nog een leuke plek ervoor. Had je niet er iets daarvan gemaakt? Of heb je het weggehaald? Wat? Je hebt toch iets van pumpkins gemaakt? Iets van early Halloween of zoiets? Wat heb ik met de pumpkin gemaakt? Wat moet je met de pumpkin maken wat wij hebben gedaan vandaag? Ja, dat weet ik, maar ik dacht dat je nog iets anders had gedaan, of was dat niet? Nee. Ah, oké, nou heb ik me vergist. Ik had er Nevermind. twee naar je toe gestuurd. Yep. Ja, dat weet ik, dat zat in de trein. We hebben een brug en jij springt in het water. Ja, ik moet deze hebben. Ik had zin om te zwemmen. Ik moet heel veel boeken gaan maken. Boekenrekken. Moet je geen boekenrekken hebben? Dat heb ik al, maar die zijn nog niet af. Niks in mijn huis is nog 100% af, dus. Mijn ook niet. Ik wil nog daar Nou, nog een open in haard huis maken. is jouw huis nu verder. Alblieft. In huis is jouw huis nu verder, maar in totaal heb ik toch wel iets meer gedaan. Ja, jouw huis is denk ik ook wat groter. In oppervlakte niet. In Nee. detailhandel wel. En de kat zit op mijn schoot. Mijn is knug. Is hij aan het. Ja, ik aai hem nu eventjes. Lizzie heet hij, zijn meid. En moet je je microfoon erbij halen door je hem knorren? Of niet? Kan je niet miauwen? Hey. Nee. Hij zit met zijn hoofdje overal die komt te wrijven. Met dat tegen de toetsenbord en al. Je hoorde ons lief. Die niet in mijn hand gaan likken. Ja, hij is niet aan het knorren. Heb je dat Ja, gewoon? Ik heb hem geleerd, elke keer als hij miauwt, aai ik hem. Kom maar, Mios. Lizzie. Hoor je dat? Nog een keer. Kom maar. Niet hier de microfoon aan duwen. Nee, je gaat me niet likken. En spint die ook? Ja, hij zit te spinnen. Hoor je Oké, niet? laat eens horen. Ik probeer het. Hoor je het? Nee. Nou, dan is het te zacht. Nou, vorige keer hoorde ik het wel. Maar dat was misschien bij die ander. Ja, die doet veel harder. Dat is Prezi. We hebben eentje die Prezi, de andere heet Lizzie. Pressilisie. Ja, kom. Je doet de kabel van mijn headset. Ze is gesteriliseerd en gecastreerd. Zover ik weet wel, ja. Die waren eerst van mijn zus. Maar mijn zus woonde in een flat en dat is een beetje klein voor ze. Bij mij is het veel groter. Hoe oud zijn ze eigenlijk? Een jaar. Ja, het was ook toevallig, hè, want nog niet zo lang geleden was je andere kat Ja, mijn andere kat die was gevlekt. vorig jaar overleden. Die is 17 jaar geworden. Is dat niet ouders? 17 jaar. Blijf je nu lekker stil liggen? Kom hier nou nog eens. Jou nog eens. Nee? Nee, wel niet meer met jou. Hij zit gewoon, rond te frunkelen. Rondjes te draaien zo, hè? Had je dat gehoord? Ja, het wordt donker. Ah, wordt weer donker, moet ik in bed liggen? Maar in principe doe ik toch niks. Godverdomme, mijn bedje ligt nog in de Ik ben een kelder. beetje van mijn apropos aan het dwalen. Nee, oh shit! De kat begint van mijn schoot af te glijden. Hoeveel van jullie hebben een kat? Ik heb er zelf nu twee. Ik had eens een keertje vijf. Jezus. Vanaf dat we heel veel nestjes hebben gehad. En dan hielden we elke keer een kat. Nee, blijf van mijn hand af. Ik zit daarmee te spelen. Ik moet kunnen lopen. Ik lig in bed. En jij? Lig je lekker op me? Ja? Miauw nog eens voor me. Goed zo. Had je dat gehoord? Ja, je hoeft Dat niet elke keer te zeggen. Heb is je zo dat gehoord? schattig. Hij heeft zo'n schattig kopje.
Ik ben met katten opgegroeid, dus ik vind katten geweldig. Al zijn ze ook wel super irriterend. Ik ben ook met katten opgegroeid. Ja. De hond die ik nu heb, Joey, is nu 11 jaar oud, is onze eerste hond. Nee, niet met de kabel spelen. Dan heb ik geen kabel meer over. Oh, ik moet hout hebben. Heb ik nog hout in de kist? Hou op met krabben. En hou op met de lekken. Wat ga je? Hou op! Ik had wel aandacht. Ik heb geen hout, ik moet hout gaan hakken. Of heb jij veel hout? Nope. Deze Lizzie doet tenminste lief zeuren voor aandacht. Prazi? Die Die bijt in gaat. je kin voor aandacht. Ja, maar zachtjes toch. Zachtjes, ja. Dan gaat hij het lekker een beetje zachtjes bijten. Of dan legt hij je pootje op je gezicht en zegt hij, kijk, ik hier zo onschuldig aan, zegt hij, mauw. Zit hij met de pootjes op je, met de zeuren. Op je snoet. Op je snoetje. Deze gaat zijn rondjes te draaien, dan maar zo liggen, dan maar zo liggen. Hé, mijn bijl is kapot en dan heb ik een appel doorgekregen. Kan jij niet stil liggen? Nee, kan jij niet. Kom op, als het begint speels te worden. Nu dat hij mijn been vol krabt. Ja. Vroeger bij mijn oma waren mijn hele handen vol gekrapt. Dan was je een beetje grof. Nee, niet. Godverdamme, hou op. Was ik niet grof? Hij zit. Je weet wel, mijn toetsenbord zit op zo'n schuifplank, hè, van een bureau. Je zit hier terug naar binnen te duwen. Zo in te klappen. Hou op. Ik was niet ruw, zij waren heel erg speels. Maar ik vond het ook niet erg. Niet met de kabel spelen. Nee, oké, jij gaat af. Hij zit in de kabel te bijten. Kom, ga maar lekker op mijn bed liggen. Nee, niet terugkomen. Gop! Ik krijg weer op mijn schoot, godverdomme. Katten. Maar ga jij nog iets doen? Ik zit gewoon zijn boekenrekken te maken. Dat probeer ik tenminste. Nou. De kat zit nu op mijn bureau. Zit bijvoorbeeld mijn tv. Nee, kom, je weet dat je niet op mijn de kat bureau gaat mag. De post. Ja. Zit met mijn snoeppapiertje te spelen. Mauw. Daar heb ik hem gewoon aangeleerd. Gewoon elk klein miauwtje, aai ik hem twee keer, dan stop ik. Mauw. Aai ik hem weer, stop ik. Mauw. En zo constant door. Dat heb ik gewoon aangeleerd. Ik heb een enderpul. Heb jij een enderpul? Hoe kom je daaraan? Weet ik niet, maar het karretje is er niet. Oh. Nee, mag je houden, die enderpul? Nee, jij bent hoe heet het, man. Wat kon je. Oh ja, dan, trouwens moet er heel veel. Wat doet die sandblock hier? Ik zie het nu pas. Zit er al heel lang. Ik zie het nu pas, ik doe het hier aan de hoek. Zo. Waar sturen de karretjes? Eerst het magische woord. Geen blieft. Goed genoeg. Is onderweg. Pieter Flost, Pieter Flost. Ik ga even een bel maken en dan ga ik even verder aan mijn boomhut. Dan moet ik even verder aan werken. Wat is er? Ik kan hem opnieuw gaan sturen. Ah. En wat je vergeten? Nee, ik ben niks vergeten. Dat ding ging automatisch. Oké, en zo. Daar gaat hij. Hij is weg en ik doe hem uit. Zo, ik ben onderweg naar de boomhut. Ga ik verder met het dak. De hutboom. De hutboom. Maar als ik die boom omhaal, krijg ik nu dat rode hout. Ik moet dat normale hout hebben, dus ik moet een normale boom hakken. Dat is een beetje lastiger aan, dat je nu veel meer verschillende hout hebt wat je niet nodig hebt.
Ik vind het aan de ene kant leuk, maar aan de andere kant, het had voor mij niet gehoeven. Nou, ik denk dat mensen dat wel heel fijn zouden vinden die graag, je weet wel, kunst maakten en zo weer maken. Ja, maar aan de ene kant is het ook irritant. Je hebt wat die lichte blokken, dan moet je 20 kilometer lopen en dan vind je pas die lichte blokken. Zo moeilijk moet het eigenlijk niet zijn. Nou, je weet hoe moeilijk het is om dennenbos bio naar gewoon een bos bio te vinden. Of andersom. Ja, dat zijn gewoon hele grote bio's. Hè. Vroeger waren ze echt super kleine bio's. Weet je nog hoe dat er was? Dan sneeuwbio, dan waterbio, dan bosbio, dan weer sneeuwbio en dat dan allemaal woestijnbio en dat allemaal vlak naast elkaar. Het vervelendste was als je zeg maar woestijn, bos, winter, woestijn, bos en zo dat allemaal door elkaar hebben, dat in één plekje. Ik ben op je lage dak. Op mijn lage dak? Ook van mijn boomhut. Ja, ik ben nu op een of andere manier in je balkon terechtgekomen. Oké. Via een jumpweggetje. Ja, je kan een beetje jumpen van daar af op het dak en zo allemaal. Ik vond het wel leuk zo. Oh, is het niet echt mogelijk om zo te bouwen? Hoe bedoel je, is het niet mogelijk? Omdat de balkon en alles zo bij het uitsteek. Dat is mogelijk. Ik zou wel eens een keer een echte boomhut willen maken, maar dan moet ik een boom helemaal zelf maken. Ik heb het over de, hoe heet het, je huis, hè? Oh, mijn huis. Oh, je bent via het balkon op het dak gegaan? Nee, via een andere wegje op het dak. Oké. Okay. Eens kijken. Kijken van nieuwe bladeren wat ik kan gaan snoeien. Ja. Zinnig. Deze hak ik helemaal om. Tot er zaden uitvallen. Dat ik weer kan planten. Zaden, ja. Zo. Dus denken, dan kijk ik hier dat rode hout eruit. Deze. Even nadenken. Dat past er juist zo bij, die hout. Dan denk ik dat. Er bovenop. Even kijken. Ik ga niet alles lopen en opnieuw plaatsen. Ja, lijkt me een goed idee om dat wel te doen. Weet je hoeveel werk dat is? Ja, dat weet ik. Nou, kijk naar de kleurverschil. Het allemaal om te hakken en dan. Ik heb nog extra dit en de half steps allemaal gedaan, dat een beetje sfeer geeft. Een beetje sfeer. Nee, ik gebruik gewoon de normale hout. Ik ben toch zowat klaar met die normale hout. Ik hoef alleen maar die dakken en die boomstammen. Maar ik wil eens een keertje een echte reusachtige boom het maken. Dus eigenlijk de boomstammen, alles weet wel reusachtig groot. Van 50 bij of zoiets 30 bij 30 breed. Met de wortels en zo naar buiten en zo naar boven bouwen. Wat echt naar boven de wolken gaat en zo. Ik heb een keer als een andere commentator zien doen. Dat wil ik ook graag doen. Waar is mijn schaar? Daar is mijn schaar. Met zelf hout hakken of zonder? Hoe wil je zelf die grote boom met maken? Het hout allemaal zelf verzamelen, bedoel je? Dat bedoel je? Ja? Ja. Oké. Gewoon Daar ben je lang bezig. Om dat hout zelf te verzamelen. Ja, dat zou wel een hele grote project zijn, ja. Ik kan het ook altijd wel creative mode doen als we ooit in de server een creative mode hebben. Hoeveel saplings heb ik ervan? 5. Nodig. Yo. Ja? Yo. Yo. Ja? Ah, dank je. Dank je wel. Yo. Yo. Dat mag je zelf hebben. Hey, leuk. Een jungle sapling. Van mij. Hey, plant die terug. Plant het terug.
Het begint nacht te worden. Ik moet hier nog bedden in plaatsen nog en zo. Jump, 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 jumping, 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 jump, jump. Hallo, golem, zijde, lekker bij het strand. Hij is graag bij het strand, hè? Dat is het liefste. Opschieten! Ik kan niet meer rennen. Heb je geen eten bij je? Nope. Zo, als het weer dag is, ga ik verder aan mijn boomhut. Nou, dan heb je nog maar 10 minuutjes ongeveer. Zo laat al. Wel, ja, dan gaan we hoe heet het opnemen. Met Dungeon Defenders. We zijn al aardig ver. Waarmee? Yep. We zeggen niet hoe ver. Dat zien jullie wel. Ja. We zijn al flink beter geworden, dat zeg ik wel. Maar niet sterker. Hoi buurman. Hoi buurman, dag buurman. Wacht, wat is mijn eten? Even die zombie vlees opmaken. Ren, 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 ren. Neem gelijk wat wol mee. Yes, je hebt een bloemetje en een zaadje opgepakt. Nou en? Die was leuk. Nog. Ik heb een flint en steel, flint en steel, flint en steel. Yes, oké, ik kan alvast bij de boomhut twee bedden plaatsen. Ik heb nog genoeg eten. Toing, 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 toing. Maar ik denk dat je van die andere boomhut deelt, dat je daar een andere trap naartoe moet maken, dat dat makkelijker is. En dat is misschien ook leuker dat je meerdere trappen hebt op een verdieping. Ah, dammit. Hoe bedoel je? Dat blijft van deze trap wat je hier hebt, een andere trap bedoel je? Ja, dat deze met een andere trap is. Oh, voorzichtig. Je hebt geluk gehad, hè. Oké. Die moet ik hebben, die moet ik hebben. Dat is hem toch? Ja. Dan hierop. Ep, 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 ep. En ik ben veilig naar beneden gekomen. Ben je veilig naar beneden gekomen? Goed zo. Hier moet ik wat mee. Zullen we op 55 stoppen dat we nog drinken kunnen pakken en zo? 55 stoppen, wie moet. Met Minecraft opnemen. Je wilt zo graag spelen. Nee, ik wil drinken pakken voordat ik ga spelen. Je mag van mij alvast drinken, alleen dan blijf ik eventjes doorbouwen. Nee, want dan nemen ze allemaal op. Ik wil niet het dak af hebben, dat wil ik. Nou, kan je offscreen doen. Nou, ik wil niet alles offscreen doen. Ja, dan sommige doe je mensen het vinden het wel een beetje vervelend van dat we alles afschien bouwen. Niet? Ik denk ook sommige mensen ook leuk vinden om gewoon dingen te zien hoe je het bouwt. Ja, maar leuke we hebben ook gedeelte. Dingen gebouwd zonder afschien. Doen we toch ook altijd. Ja, maar weet je wat? Weet je wat? De rest van de bomen dat neem ik op met bouwen. Ik heb nu het basis zal ik deze. En die val overleef je dus niet. Oeh, liggen daar spullen? Ja, voor mij. Wat ligt er allemaal? Ja, afblijven. Ik zie een stenen pickaxe, ik zie schoenen, torches, nog een stenen pickaxe, armor. Oeh, experience. Zou ik die pakken? Oh shit, de experience komt van een lange afstand al op je af. Kijk maar, ik zit het nu. Oh, hij komt op af. Oh, hij komt dichterbij. Experience komt dichterbij. Oh,
Ik heb juist één kogeltje daar, trek voor me. Oh, ik trek het naar me toe. Ik trek het naar me toe. En je hebt het zelf opgeraapt. Die XP vind ik sowieso bullshit dat je dat steeds kwijtraakt. Het is onmogelijk om het te verzamelen of je moet heel lang niet doodgaan. Lekker snoeien. Wat heb je net gedaan? Ik ben level 49. Ben toch zo weer kwijt. Oh ja, jij hebt een enchantment table bij jou, of niet? Ja. Helemaal vergeten. Ja, maar ik ga het niet enchanten met die 49, want dat is wel weer vals spelen. Ja, dan doe ik het niet. Ik ben nu level 7. Voor de mensen die wel XP willen spawnen, / XP. Diep het gewoon in, maar dan ja, dat doe ik al. Maar dan wijkt en eens... dan aantal. Tja. Alleen nog een / in plaats van die punt. Mm-hmm. Maar en voor de mensen die niet weten wat / is. Godverdomme, je kan nog niet een / typen. Oké. Punt. Daar. Dan moet je die punt weghalen. Voor mensen die het niet weten. Sommige mensen weten dat niet. Sommige mensen voor weten de voor de mensen die niet weten wat de punt is, dat is dit. Maar zullen we gedag zeggen? Ik wil nog even plaatsen. Even wachten. Op onze brug. Dan bewaar ik het wel. Dan doe ik wel volgende opname die dingen en die dak en alles afmaken. En als mensen nog... Top. Oh, wat? Godverdomme! Ben je? Ik zie je niet. Goed zo. Daar ben je. Critical. Maar ik wil nog wel zeggen, als mensen ideeën hebben voor de boomhut. Kleinetje ideetje waar ik kan passen. Wat denken jullie? Moet dat al... Als jullie het willen, doe ik wel afschien. Alles dat donkere, dat nieuwe hout. Nee. Of gewoon dat houden. Ik denk ook dat gewoon houden, ja. Dan is het lastig bouwen en anders steek ik het in de fik. Maar kijk, maak die dak nog natuurlijk van bladeren. Anders steek ik het in de fik. Als je dat als het doet, donker hout dan, wordt. Dan gaat alles van jou kapot. Wat jij hebt gemaakt. Als je dat doet. Oh, dat vind ik niet erg. Heb ik toch zo weer gebouwd. Ja, dan sloop ik het meteen weer. Ja, dan wordt dit een 1 grote 10 gat. Terwijl je server aan het crashen is. Maar goed, ik ga... Kijk, nu is het gewoon... Maar dan merk je niet eens dat het in die ligt. Mag ik praten, alsjeblieft? Ja, dat mag. Ga dan, joh. Shut up! Zeg dat niet zo voor je boomhut. Ik probeer het. Maar ik moet het nog allemaal een beetje aanpassen. De bladeren lijkt nu gewoon een beetje puntdag. Maar ik wil ook nog wat mooier maken allemaal. Maar dat doe ik allemaal met jullie samen. Met jullie samen. Dave zit gewoon, schiet op, tegen me te zeggen. En ik blijf nog lekker opnemen. Jij moet wachten. Waag er niet mee te kicken of te bellen. Nee! Is opnemen ook gelijk gestopt? Nee, het gaat gewoon door. En nu moet ik mijn IP gaan censoren, want ik ben weer terug naar binnen. Niet nog eens kicken! Niet nog eens kicken! Wat doe je? Gaan we stoppen? Misschien. Als je. Oké. Ik ben weer onderweg naar binnen. Ik zie nog niet. Nee, ik ben even iets doen. Ja, je bent me aan het kikken zeker. Of die oppen. Ja, zo kan ik het ook. Nee. Maar, dat. Is het geluk? Ha, ik heb alleen disconnected van de server. Ja, weet je waarom? Nou, je hebt me gekeken of geband. Ik heb je geband. Ja, boeit me niet. Is toch zo eruit halen. Nou mensen, gaan we volgende keer verder.
Grapsteler. Ja, we volgen heel veilig. Tot de volgende keer. Ik zit rondjes te draaien en ik ga stoppen. Doei!